Welkom kijkers en luisteraars. Het is een nieuwe aflevering van The Bubble Box. Mijn naam is Romano Wip en natuurlijk zijn we weer in de praatbox met een paar praatmaatjes. Voordat we een praatje met ze maken, gaan we ze natuurlijk vragen hoe ze heten, welke school ze zitten en ook hoe oud ze zijn. Hoe gaat het met jullie? Goed. Oké, goed zo. Ga je me zeggen hoe jullie heten en welke school? Ja. Ja. Ik heet Romaisa. Ik zit op OS Minder Buiten en ik ben 10. 10 jaar. Oké, Romaisa is 10 jaar. En jij? Ik ben Kif. Ik zit op de ORS Atamega school en ik ben 8. 8 jaar. Oké, en jij? Ik heet Imara en ik zit op de Sint Agnes school en ik ben 9. 9, dus we hebben 10, 8 en 9 jaar. Oké, goed zo. Hoe voelen jullie vandaag? Goed. Ja? Excited. Ja. Excited. Oké, goed zo, goed zo. Oké, weten jullie wat de uitvinding is? Ja. Is wanneer je iets zoekt, wanneer je iets uitvindt. Wanneer je iets uitvindt. Iets dat er nog niet was. En dan maak je zelf iets en dan maakt iedereen gebruik ervan. Ja toch? Net als een telefoon. Vroeger waren er geen telefoons. En iemand heeft het uitgevonden. Oké, als je zelf iets mocht uitvinden, wat zou je willen uitvinden? Een nieuwe make-up product. Een nieuwe make-up product. Oké, voor je gezicht, voor vrouwen zo. Oké. Weten jullie het nu al? Als ik iets mocht uitvinden, zou ik misschien iets om handen. Wat zei je? Van tv's. Van? Tv's. Van van tv's, een nieuwe soort tv. Ja. Oké. Oké, als je eenmaal je nieuwe tv hebt, hoe groot zou het zijn? Zo. Of juist groter? Groter. Groter. Hoe groter, hoe mooier, ne? Ja. Oké, en hoe zou jouw nieuw make-up product heten? Weet je al? Self-beauty. Self-beauty. Oké. En jij weet nog niet wat je zou uitvinden. Oh, je weet het al. Wat? Ik zou een auto met voetbalbanden uitvinden. Een auto met voetbalbanden. Oké, en dat zou het zo rollen op die banden. Yeah. Op die voetbalbanden. Oké, en hoe zou die auto heten? Imara's car. Of zo. Of voetbalcar. Yeah. Ja, voetbalcar. Oké. Of the wheels. The wheels. Oké. Weten jullie wat een familie is? Ja. Oké, zeg jij maar eerst. Een familie is wanneer je veel mensen in je familie hebt. Dan is het leuk. Oké. En jij? De familie is wanneer je met mensen, wanneer je met de familie uitgaat. Wanneer de familie in een ander land is en ze komen naar Suriname. Mm-hmm. Daar, en we gaan uit buiten de stad. Oh, dat is dan leuk, hè? Ja. Oké, en jij? Een familie is. Eerst is het. Een oma en een opa, dan een moeder en een vader. Mm-hmm. En dan maakt die moeder een baby, dan wordt het meer. En dan wordt het steeds meer en meer. En dan wordt de familie groter. Hebben jullie grote families? Ja. Ja. Veel neefjes en nichtjes, ne? Ja. Oké, en het is leuk met de familie? Ja. Oké, vertel je, ik ga bij Imara beginnen. Wat voor leuke dingen heb je allemaal gedaan met de familie? Ik was met mijn toen ik jarig was, had ik een grote feest met mijn familie en mijn vriendinnetjes daar gekomen. En hoe oud was je geworden? Ik was 5 jaar geworden. Mm-hmm. En toen mijn broertje 3 jaar was, daar waren we met onze familie naar Chuck E. Cheese gegaan. Oké, en dat was dan heel erg leuk, hè? Ik was er niet bij, no? En Kief, jij, wat heb jij allemaal gedaan met de familie? Wat voor leuke dingen? Je zei ze net buiten de stad. Zwemmen, wat nog meer? We gingen voetbal spelen. Oké. Zwemmen, voetbal, wat nog meer? Ook rennen en schuiltje, ne? Ja. Schuiltje ook. En pakketje. En pakketje. Ben je snel? Ja. Zeker? Ja. Oké. En jij, Romaisa? Ik was 10 jaar geworden. Mm-hmm. En dan had ik een grote feest met zwemmen. Hoe groot was het? Groot. Oké. Zo groot. En daar was ik buiten de. En daar was er een zwembad en daar gingen we zwemmen. En daar was er ook klontje en suikerspin. Gaaf ijs. Popcorn. Het was zo leuk. Daar heb je me niet uitgenodigd.
Oké, okay. Maar eerst volgende keer als je jarig bent, ga je me wel uitnodigen. Ja. Oké, okay, want ik hou van popcorn. Boy. Houden jullie van popcorn? Ja, een beetje. Oké, okay. Suikerspin. Ja, maar. Oké, okay. Okay. Als je op reis mocht gaan en je mocht 3 familieleden meenemen, wie zou je meenemen? Romeisje, met wie zou je gaan? Mijn moeder en mijn 2 zusjes. Jullie, oké, met hun zou je gaan. En waar zouden jullie gaan? Als je mocht gaan. Dubai. Oké. Okay. Die slides zijn zo mooi. Oh, die slides. Oh, en dat zou je met mama en je zusjes willen doen. Oké. Okay. En jij, met wie zou jij op reis gaan als je mensen mocht meenemen? Oma. Mhm. Mijn neef. Mhm. En mijn oom in Nederland. Je oma, je neef en je oom. Misschien nog meer mensen. Oké, okay, je zou mama en papa niet meenemen? Ja. Oh, hun ook. En waar zouden jullie gaan? Waar zou je willen gaan met ze? Misschien naar Carolina. Carolina Creek, zo leuk. En mag ik dan ook meekomen? Ja. Ja? Oké. Okay. En jij, Imara? Ik zou met mijn broertje, mijn moeder en mijn vader gaan. Mm-hmm. En waar? Naar Miami. Maar kan je Engels praten dan? Ik, ja. Jullie kunnen. Oké, okay, ik ga jullie even een vraag in het Engels stellen. How are you? I'm good. Oké, okay. How old are you? I'm 10. I'm 8. I'm 9. Yes. Oké, okay. Houden jullie van tekenfilms? Ja. Oké, okay. Welke is jullie favoriete tekenfilm? En waarom is die je favoriete? The Little Mermaid. Little Mermaid. Waarom vind je The Little Mermaid leuk? Dat haar is zo mooi en die heeft zo'n plot twist. Oké, en wat zeg je? Wanneer je praat, doe je altijd zo. Hoe is dat haar? Zo lang. Oké. En The Little Mermaid vind je dus heel erg leuk. Ja, die nieuwe film. Oké. Imara, jij, welke tekenfilm? Ik vind Tom en Jerry leuk. Tom en Jerry. Je houdt van poezen en muizen? Niet van muizen. Niet van muizen, alleen van? Poezen. Oké. En waarom vind je het zo leuk? Hoe ze zo de hele tijd rennen, hè? Ja, maar soms gaan ze elkaar dan willen, maar soms gaan ze samen met elkaar spelen. Oh ja. Zo doe je ook met je broertje, hè? Soms vechten jullie en soms zijn jullie samen aan het spelen. Ja. Dan ben jij Tom en hij is Jerry. Ja. Want hij is kleiner. Oké. Okay. Als je in een tekenfilm mocht zijn, welke tekenfilm zou je willen zijn? Tom en Jerry, dan kan ik Jerry slaan met dingen. Bye! En welke tekenfilm zou jij willen zijn? The Little Mermaid. The Little Mermaid, dan zou je onder het water zijn. Of in het water zo. En dan zou je ademen onder water. Ja. En hoe praat die krabu, hoe heet hij? Sebastian, ja, hoe praat hij? Praat. Wat zegt hij? En hoe praat de Little Mermaid? Oh, no. Oké, okay, goed zo. Nee, geweldig gedaan. Groeten jullie allemaal. Iedereen die naar ons kijkt zegt bye. En dit waren dus onze praatmaatjes voor vandaag. Imara, Kief en Romeisha. Goed zo. High five. 1, 2, 3. Goed zo. Hi jongens en meisjes, hoe gaat het met jullie? Goed mevrouw. Hoe heet jij? Janea. En jij? Esperanza. En? Ik heet Warun. Warun. Ik ben Charelle Meijer. En ik ben een moeder van 2 kinderen. Ik heb een grote dochter van 19 jaar. En ik heb een kleine dochter van 5 jaar. Ik werk bij Supreme TV. En Bubblebox is een onderdeel van een van de programma's die we dus maken bij Supreme TV. Maar waarom ik vandaag hier zit, is omdat ik met jullie ga praten over mijn sport, wat ik doe. Ik doe aan fitness. En ik vind het heel erg leuk om aan fitness te doen. Super, super, super leuk. En ik heb zelfs ook wat prijzen gewonnen. Ik heb dit vorig jaar in november gewonnen. Dat was de eerste keer dat ik aan een wedstrijd meedeed. En toen ben ik gelijk in de prijzen gevallen. Ik heb toen de 3e plaats behaald. Maar het leukste van alles was die dag. Ik kreeg 2 prijzen. En ik had op die 2e niet eens gerekend. Want bij fitness, wanneer je dus on stage bent, dan heb je bepaalde poses die je moet aannemen. En ik heb ze zo goed aangenomen
dat ik een prijs daarvoor heb gekregen. Ik was de best poser van die avond. Ik heb gewoon het beste geposeerd. En dat, is dus, dat was dus voor mij een hele verrassing. Van de dames, want er is ook één voor de heren. En dat heeft dus iemand anders gewonnen. Van de dames was ik dus de best poser op die avond. En dat was dus vorig jaar november. En toen had ik zoiets van, ga ik stoppen of ga ik door? Nee, ik ga het toch nog een jaartje proberen. En ik heb dus dit jaar toen weer meegedaan aan een wedstrijd. Dat was in Guyana. En ik heb toen de eerste plaats in Guyana gewonnen. Dus ik ben heel erg enthousiast. Ik ga binnenkort weer naar het buitenland. Ik ga naar Aruba deze keer. Om in Aruba, zeg maar, of op Aruba zeg maar, deel te nemen weer aan wedstrijden. En dan in november heb ik nog een wedstrijd. Maar die is dus dezelfde wedstrijd als deze die ik in Suriname doe. Die is die dan de Nationale Bodybuilding en Fitness Kampioenschappen. En het is heel erg leuk, de sport. Maar het is ook heel erg zwaar. Want je moet heel veel... je moet jezelf vaak genoeg echt motiveren. Want soms ben je echt moe. En heb je zoiets van, hey, weet je wat, vandaag... Vandaag ga ik skippen, vandaag ga ik niet. Maar daar begint het bij. Elke keer als je zegt van ik ga vandaag skippen, ik ga vandaag skippen. Uiteindelijk ga je helemaal niet meer. Dus ook al ben je een keertje echt moe. Ook al ben ik althans een keertje echt moe, ga ik toch. Ik ga, maar dat doe ik misschien een beetje minder. Waar ik bijvoorbeeld een uur zou blijven in de gym, dan blijf ik maar een half uur. Maar dan ben ik toch geweest. En ik heb mezelf dan toch over de streep gehaald en gemotiveerd om toch nog mee te doen. Hebben jullie vragen voor me? Zo, wanneer ga je? Of zo, wanneer train je? Of? Per dag train ik 2 keer, 6 dagen in de week. Dus ik sta elke ochtend om 5 uur ben ik al in de gym. 5 uur 's morgens, ja. Ik sta 4:30 op en ik baat niet hoor, ik ga eerlijk zijn. Ik poets mijn tanden, ik was mijn gezicht. Ik trek mijn gymkleren aan en ik ga naar de gym. Want toch als ik in de gym ben aangekomen, word ik helemaal bezweet. En wanneer ik naar huis ga, dat douche ik en dan maak ik me klaar om naar het werk te komen. Dat is dus elke dag om 5 uur in de ochtend ben ik in de gym. En dan heb ik dat ik in de middag weer train. In de middag heb ik 2 locaties waar ik train. Op de maandag, woensdag en vrijdag train ik bij de body technicians. En dat is meestal zo tussen 5 en 6 uur. En op de dinsdag, donderdag en zaterdag train ik bij 4R. En dat is meestal pas om 8 uur 's avonds. Ja. Maar... Dat wordt je niet moe. Ja, ik word moe. Ik word moe. Ik word zeker weten moe. Maar dat zeg ik, als je moe bent... ik ga sowieso ook vroeg naar bed. Ik ga vroeg slapen. Dat is heel erg belangrijk. Je moet vroeg slapen. Je moet goed eten. Is ook heel erg belangrijk. Vroeg slapen, goed eten. En dan recovered. Herstelt je lichaam wel heel snel. Ah, ja. Wat motiveert je wanneer je traint? Je hebt toch gezegd, wat motiveert je om te trainen? Mijn motivatie nu op dit moment is om te zien hoe je lichaam zich bevordert. Hoe je lichaam steeds beter eruit gaat zien. Toen ik bijvoorbeeld begon, had ik echt een dikke buik. Toen ik begon met trainen was mijn buik dik. Ik had niet zoveel muscles. En nu om te zien dat ik een platte buik heb en dat ik muscles krijg en dat ik prijzen win. Dat alles motiveert me om gewoon steeds beter te worden en om steeds harder te gaan trainen. En het feit dat ik 2 trainers heb die echt, echt, echt in me geloven, zorgt ook voor een extra motivatie. Want soms heb ik van die dagen, ik heb een dieetlijst van mijn trainer waaraan ik me moet houden. Maar soms cheat ik. En dan eet ik andere dingen die ik eigenlijk niet zou mogen eten. Bijvoorbeeld gisteravond heb ik bijvoorbeeld ijscream gegeten. Mijn moeder moet niet zeggen, want ze mag het niet horen. Maar ik heb gisteravond bijvoorbeeld ijscream gegeten, wat niet mag. Maar, dan, maar als ik het heb gegeten, dan denk ik daarna van... zomaar heb ik het gegeten. Zowel mag het niet weten. Dus ze gaat het nu niet weten. Heeft u na hoe het weer heeft u in de avond geen buikkrampen of spierkrampen bij uw voeten? Ik heb meestal wel, vanmorgen stond ik bijvoorbeeld wel op met spierpijnen hier aan mijn dijen, omdat ik de afgelopen dagen heb ik veel benen gedaan. Dus dan sta je op en dan zijn je spieren van je benen
je hebt geen krampen, maar ze doen wel pijn. Dus dan loop je een beetje mank. Maar als je stretchen is heel erg belangrijk na elke workout, na eigenlijk anything wat je doet. Zodra je aan sport doet, is het belangrijk dat je stretch. En als je dan stretch, je spieren gaat rekken en al dat soort van dingen, dan zie je dat die spierpijnen langzaam minder worden. Maar hoeveel jaren bent u bezig? Nu ben ik ongeveer 2 jaar bezig. Ik ben in 2021 ben ik begonnen om gewoon te sporten, om een beetje af te vallen. Want ik zei dat ik een dikke buik had en ik wilde geen dikke buik meer hebben. En in maart 2022 ben ik echt begonnen met trainen naar die wedstrijd van november. Het was in april. Ben ik begonnen om te trainen, om mee te doen in november. En toen heb ik dus deze 2 behaald. Dus nu ben ik ongeveer 2 jaartjes ben ik bezig met trainen. En doen jullie aan sport? Ja. Wat doe jij? Ik doe zwemles en ik doe een denksport, schakeles. Schakeles, oké. Okay. En jij? Ik doe zwemmen. Mm-hmm. Ja, dat doe ik. Ja, en jij? Ik ga en ik wil naar zwemmen. Wanneer wil ga je naar zwemmen? En waarom? Het is niet mijn fault dat mijn vrouw streng is. Is niet jouw schuld dat je vrouw streng is? Waarom is je vrouw streng dan? Misschien omdat ik niet rustig wil in dat water. Is het niet jouw schuld dat je vrouw streng is? Misschien omdat ik niet luister. Oh, oké dan. Ik heb nog een vraag. Toen je je prijsjes hebt gewonnen, hoe voelde je? Oh, I felt very great. Ik was voor de wedstrijd, of na de wedstrijd toe, ben je 2 weken echt op een heel erg streng dieet. Super streng dieet. En op de dag van de wedstrijden en de dag ervoor drink je bijna niet meer. Ja, je drinkt bijna niet meer. Dus je keel is dan helemaal droog. Waarom drink je niet meer? Omdat als je lichaam vocht vasthoudt, als je drinkt, krijg je lichaam vocht. Dan zie je die spieren, zie je dan niet echt goed. Dus je moet echt droog zijn. Dus dat drink je helemaal niet meer om zo droog als mogelijk te zijn. Alleen dat je kan winnen. Dus toen ik in Guyana op de planken was, gelijk na die wedstrijd, ben ik gelijk naar achter gegaan. Ik heb gelijk heel veel water gedronken. En ik heb brood met pindakaas gegeten, want dat lustte ik al heel lang. En ik mocht het niet omdat ik op dieet was. Oké. Heeft geen ander sport die u deed? Ja, vroeger deed ik aan paardrijden. Ik heb vroeger paarden gereden. Ik heb niet aan springwedstrijden gedaan, maar ik heb wel gereest op een renbaan. Dan daar heb ik ook een x-aantal prijzen gewonnen. Maar ik heb uiteindelijk een aanrijding gemaakt. Op een paard was ik en ik heb toen een aanrijding gemaakt. En ik was daarna bang om weer paard te rijden en heb ik het nooit meer gedaan. 6, 4 jaar zo, als mijn moeder ons ergens bracht en ik zag paarden, wilde ik niet gaan. Je was bang voor paarden? Waarom? Geen mijn broer. Ik ging niet. Maar ben je nog steeds bang voor paarden? Ja. Maar waarom? Zijn lieve beesten. Is het de grote dingen die niet duidelijk eten ze me over? Hoe gaan ze je opeten? Paarden eten alleen maar gras. Ze eten alleen maar gras en voer. Ze houden van carrots. Ook, ja. Ze eten gras, voer en ze vinden fruit ook wel lekker. Ja. Als je een paard een manje geeft, hapt hij alles één keer. En daarna een poosje, zie je alleen die pit eruit komen. Helemaal schoon. Ik hou van paarden. Ik wil eentje, maar het is veel werk om een paard te verzorgen. Ja. Dat is waar. Ja, je moet dan borstelen en zo. Ze zijn lief en ze zijn wel echt lief. Maar je moet hun veel dingen geven. Goed verzorgen. Want eigenlijk, mijn oom had een paard, toch? Mm-hmm. Maar die paard was doodgegaan. Oh, dat paard. Oké. Okay. Nee, paarden hebben. Ik had 3 paarden. En geloof me, het was echt. Ik deed niets anders. Ik was gewoon de hele dag met mijn paarden bezig. Het was gras snijden, moest je in het bos gaan en dan moest je gras gaan snijden. Heel veel zakken met gras vullen. Ik gaf ze 4 keer per dag te eten. S'morgens als ik wakker werd, zette ik een zak zo aan mijn hand en dan ging ik in hun stal hun poep zo oprapen in een emmer zetten om hun stal schoon te houden. Check hoe je naar me kijkt. Maar ik deed het met een zak aan mijn hand
En elke dag schoonwater zetten en dan moesten ze elke dag gereden worden. Ja. En na het rijden dan werden ze gebaad, borstelen, afdrogen. Dus het is een hele verzorging inderdaad. Mijn paarden zijn lief een beetje. Je hebt wel stoten soms, maar je weet ze wel lief. Ik waren twee. Ja. Een reden waarom ik geen paard wil hebben. Mm-hmm. Dat zit in mijn hoofd als gras. Wat? Hoe gaat het je hoofd als gras zien? Lijk je op gras? Ja. Oké, okay, vanaf vandaag ben je Genea Gras. Oké, okay. Ja? Is goed. Hier hebben wij Genea Gras, ja? Iedereen weet dat nu. Ik zal zijn poten niet schoonmaken hoor. Waarom niet? Echt, het lijkt het altijd dadelijk trapt hij poep. Nee, maar zijn poot dadelijk stoot hij naar achteren en dan gaat hij mee. Naar okay, achteren. Geven. Je hebt wel paarden die schoppen. Je hebt ook paarden die bijten. Ja, dat is één ding van paarden. Paarden zijn over het algemeen heel erg lief. Maar ik heb één ding van paarden dat ik ken. En dat is, als jij een paard hebt die je echt lief is, toch? Mm-hmm. En je staat achter hem, gaat hij in die schop. Maar als je een wilde paard hebt, moet niet je schoppen, nooit ja. erachter. Nee, nooit achter. Nooit een paard erachter staan. Als je het wilt aaien om de trots te geven, toch? Ja. Maar moet je wel niet erachter staan om te aaien. Je moet aan het zijkant staan. Maar ook niet te dichtbij, want als het een wild paard is, dan bijten ze ook. Dus you've got to be on both sides, moet je alert zijn. Hij kan of bijten of schoppen. Maar in de meeste gevallen gaan ze schoppen. Ja, omdat het als ze maar bijten, ga ik het weer bijten. En als ze je schoppen, en als je schoppen, ga je flauw vallen, want een paard is echt sterk. Ja, want hij is een soort ding waar je schopt. Ja, maar je kan wel. Je gaat ongeluk krijgen sowieso. Of je gaat flauw vallen. Sowieso ga je ongeluk krijgen. Twee van die dingen gaat gebeuren. Sowieso. Maar Genea Gras, alles goed met je? Oké, nou, ik vond het heel leuk om met jullie te babbelen. En zo te zien kennen jullie toch wel weten jullie toch wel ook veel over paarden. Ja. Eigenlijk in mijn klas ben ik de slimste en dat is het omdat ik de meeste tiener krijg in mijn klas en ik ben gewoon de slimste. En als niemand iets kent, ken je het wel, omdat je het ook veel opzoekt, neem ik aan. Ja. Oh ja, en ik hou veel en ik weet veel dingen van over echt lang vroeger en dingen van altijd. Als ik op mezelf kijk ik naar dingen dat me dingen leert. Ja, dus maak nou. Maak je één ding van, hoe oud bent u? Hoe oud denk je dat ik ben? 30 zoveel. Oeh, hoe denk jij? Ik denk 40. You're close, jij bent dichtbij. En jij? 45. Nee. 35. Hoe oud denk je? Lijkt meer 50. 60. Nee, 41 of 42. Ik ben 44. What? 100. Dat ziet er heel goed uit voor 100. Serieus? Nee, ik ben 44. Okay. Ik ben 44. Je lijkt meer op 26. 26? Ja. Niet zo jong. Je lijkt meer op 30. 30. Ja, 30 okay. Zoveel. Oké, mooi. Dan neem ik het mee. Nou, het was heel leuk om met jullie te babbelen. En ik heb echt van jullie genoten. Ik hoop dat de kinderen die thuis hiernaar hebben gekeken ook echt hebben genoten van dit gesprek. Dus voor vandaag zijn we klaar. Groeten jullie maar naar de camera. Bye bye. Doei. Daar zijn we weer met het gedeelte dat heet de quizbox. Hier hebben we dus twee broers of twee zussen of een broer en een zus die ons aan gaan geven hoe goed ze elkaar kennen. En door middel van vragen te stellen, komen wij ook erachter. Vandaag hebben we hier, hoe heet jij? Faith en? Given. Hoe? Given. Faith en Given, hoe oud ben jij? Ik ben 9 jaar oud. 9 jaar. En jij? 8 jaar oud. 8 jaar. En jullie kennen elkaar, jullie weten waarvan jullie houden. Ja, meneer. Ja? Oké, wat we gaan doen? We gaan even checken hoe goed jij je broertje kent. En terwijl we jou vragen stellen, gaan we dit op zijn oren zetten, dat hij niet kan horen waarover we praten. Maar dan gaan we hem straks opnieuw vragen. Ja? Oké. Zetten we dit bij jou. Tjeploep. En... Hoor je me? Nee. Goed zo. Oké. Faith, we gaan je een paar vragen stellen over je broertje. Ja, maar... En dan ga je ons antwoord geven. Yes? Ik ga alvast beginnen. Wat is zijn favoriete kleur? Is blauw. Blauw, oké. Okay. En wat is zijn favoriete gerecht? Waarvan houdt hij?
Hamburger. Oké. Waarvoor is hij het meest bang? Waarvoor is hij bang? Ik weet het niet, want hij is bijna niet bang voor niets. Voor niets. Oké, bijna bang voor niets. Oké. En wat is zijn lievelingsdier? Honden. Honden. Hebben jullie honden? Nee. Oh, maar hij houdt wel van honden. Ja, meneer. Oké. En wat wil hij later worden? Ik ga zeggen miljonair. En? Miljonair. Oké. Is een mooie droom, is een mooie droom. En heeft je broer ook superpowers? Nee, of iets dat niemand anders kan, een tof talent, iets dat hij kan doen dat je nog bij niemand anders hebt gezien? Nee. Nee, oké. En ja, dat was het. Dan gaan we deze vragen nu aan hem stellen. En gaan we kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Ja, meneer. Oké. We gaan die headphone nu eraf halen. Heb je ons gehoord? Nee, oké. Oké. We hebben je zus dan net een paar vragen gesteld en dan gaan we checken hoe goed ze je kent. Wat is jouw favoriete kleur? Rood en oranje. Rood en oranje, oké. Wat is je lievelingsgerecht? Waarvan hou je het meest? Burger. Hamburger, oké. Waarvoor ben je bang? Waarvoor ben je het meest bang? Tijger. Tijger, oké. Wat is je lievelingsdier? Panter. Een panter. Een zwarte panter. Oké. Maar je bent bang voor een tijger. En ik hoor hier, je bent bang voor een tijger, maar je favoriete dier is een panter. Oké. En wat wil je later worden? Brandweer. Brandweer. Oké. En heb je een superpower? Iets dat je kan doen dat niemand anders kan doen? Nee. Nog niet. Oké. Ik heb een paar vragen gesteld. En uit de 6 vragen... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar eentje goed, hamburger. Want zij heeft gezegd, je favoriete kleur is blauw. En jij zegt rood en oranje. En je favoriete dier is een? Panter. Panter, ze dacht hondenboy. En ze zei wat je later wil worden. Weet je wat ze heeft gezegd? Jij zegt brandweer. En wat heb je gezegd dat hij heeft gezegd? Hij had me thuis gezegd biljonair. Biljonair. Of wil je een biljonair brandweerman worden? Oké. Nee, jullie hebben het geweldig gedaan. Op een schaal van 1 tot 10 kennen jullie elkaar. 2, 3. Ja. Jullie spelen wel vaker samen? Ja, meneer. Oké, de bedoeling is dat wanneer je naar huis gaat, dat jullie veel met elkaar babbelen. Dat je weet waarvan je broer houdt en jij weet waarvan je zus houdt. Yes? Goed zo, geweldig gedaan. Dit was het dus voor de quizbox met Given en Fate. Ze kennen elkaar een beetje, waarschijnlijk kennen ze elkaar wel hoor, maar een beetje zenuwen enzovoorts. Maar het komt allemaal goed. Tot de volgende keer. Kijkers en luisteraars, we zijn vandaag ook weer in de studio met heel veel talent. We hebben hier William en hij gaat ons wijzen wat hij allemaal kan. En ik ben een van zijn slachtoffers. Oké, ben je ready? Oké, here we go. Oké, ja. Hij heeft geweldig veel talent en kracht. Dit was het voor deze aflevering. Dankjewel en tot de volgende keer. In de bubblebox zijn we blij. Anders zijn we lekker vrij. Lachen en babbelen weer voor 10. Zo kan de hele wereld ons zien. Stap in de bubblebox, groot en klein. Zie onze wereld al zo fijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.